Je werkt er hard voor zo'n motortje en dat soort dingen. Het zijn geen goedkope motoren. Dus ja, en een, ja, dan kom je weer stijgen en is je motor weg. Bootsbezitters balen enorm. Deze week werden meerdere motoren gestolen. Ze hebben zeg maar, de boot hebben ze gestolen. Ze hebben dus het slot hebben ze doorgehaald. Nou, daarbij hebben ze de boot meegenomen, net buiten de vest. Daar vonden zorgers ook. Het slaat gewoon nergens op. Die jongens die ze stelen, die verkopen hem maar door voor een paar honderd euro. En dan hebben ze weer geld voor drugs of wat dan ook. Je bent teleurgesteld. Je bent boos. Bij Roel komt de diefstal extra hard aan. We zaten altijd in de polder met Bootje en met mijn vrouw. En die ben ik kwijt. Dus dan zit er emotioneel zit er ook dingen aan. Je hebt het zaampjes opgeknapt, je hebt zaampjes plezier gehad. En dan lijkt het verlies erger. Bij de politie zijn maar twee diefstallen bekend. Maar het zou veel vaker voorkomen. Er wordt bijna elke week wordt er wel drie of vier motoren gejat. Ja, het is gewoon te erg voor worden. Ik weet niet hoe, maar het moet stoppen. Ik ga een camera plaatsen en er komt een alarm op de motor waarschijnlijk. Dus in ieder geval meerdere sloten vast. Alarm, misschien ook nog wel GPS. Ik trek alles uit wat er in de mogelijkheid is zeg maar, om erop te zetten. Maar dat is voor Roel geen optie. En dan probeer ik hem maar te verkopen en dan probeer ik er nog maar een patiënt voor te vangen. Ik zie geen andere oplossing meer.